is een mooie verfraaiing. Maar nu is Bever wel aan zet. Breedleggen is goed gedaan. Trappen doet hij niet. Barry. En die gaat maar net naast. Ja, een beetje gezichtsbedrog. Madener glijdt uit. Lommel profiteert en kan oprukken. Via Alex Granel. Goed Anello aangespeeld. Anello, ja. Op de handen van Reus. Correcte beslissing van de assistenten van Discurve. Dit is een goeie. Oh, de knik van Vukotic. Die had een betere richting verdiend. Maar hij raakt deze keer niet voorbij. Vukotic die koelbloedig blijft. Maar dan overgenomen. Niet slecht. En nu meegeven aan Elio. Nee. Nee. En Reus. Die kan hem nog klemmen daar. De grootste kans misschien wel van de eerste helft. Op 4 minuten van rusten. Zeker wel van Corijn. Corijn nog steeds. Nee. Daar raakt hij niet meer bij. Niet gedaan. Bal blijft in het bezit van Beveren. Barry kan nu trappen. Hogas. Hogas afgeweken bal. Niet gedaan. Barry even alle hens aan dek achterin bij. Oh, heerlijke goal. En hij deed het alles tegen Virton op die manier. Het is een lepe jongen. En hij krult hem hier in die kortste hoek. Dit was nog moeilijker dan tegen Virton, maar het is eigenlijk iets gelijkaardig. Die daarmee zijn tweede van het seizoen maakt. Maar kijk naar die positie. Echt weinigen zouden het durven hoor. Het was niet altijd Dendrit ingespeeld van de Spanjaard. Nu wel kijken naar Sadli op de rechterkant. De voorzet komt. Bal blijft daar hangen. Die moet binnen. Nee, goede redding nog van Reus. Op die bal van Belkali. Kijk eens. Een harde trap met zijn linker. En dan goed dat been naar beneden. Die knie naar beneden. Reus met de verre bal. Uitkijken, Barry. Hij is er door. Barry. Oh, 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 oh. Wat een slechte trap was dat. Belkali, dat zijn toch de mannen die het verschil kunnen maken bij Lommel. Met Shadli ook. Naar binnen gekomen. Dan zitten de krachten er een beetje door. En een goede poging hoor. Van Shadli, dacht ik te zeggen. De batterijen zijn bijna leeg. Maar Hogas speelt ook geen slechte partij, vind ik. Kijk maar eens. Goed aangespeeld hier. Corijn, de voorzet komt bij de tweede paal. Daar is Barry! En buitenspel. Geen vrees voor alweer een late gelijkmaker. Maar het kan snel keren natuurlijk. Kijken naar... Oh! Oh, wat een heerlijke goal! Everton Lewis geeft hier zijn visitekaartje af. Bij zijn debuut voor SK Beveren. Wat een heerlijke goal. De goal van het weekend. Eens kijken, weggeknikt daar. Dit in één tijd, ja, dit is een heerlijk doelpunt. Fantastische trap. Weggeknikt en dan in één tijd. Ondertussen ook al 34, de Braziliaan. Maar als hij dit wat vaker toont, gaan ze er in Beveren veel plezier aan beleven. 4 minuten komen erbij, daar is er al eentje van volgemaakt. Oeh, lala. Maisona, verraste. Is niet op hotel geweest om hier te overnachten, wel om te eten en een briefing te krijgen. We kijken wel nu nog even naar de mogelijkheid. En opnieuw Reus ertussen. En dan is het Talvitje die de kans nog de nek omwringt op een late aansluiting. Maar de scheids maakt er een einde aan.